bereid je goed voor. En hou de gesprek eigenlijk zoveel mogelijk warm. Mijn tips voor de professional is dat informatie of voorlichting geven voor die nieuwkomers in Nederland, uit landen die maatschappijstrijdens en traditie komen. Zou heel mooi zijn. Ik weet dat Nederland heel best ver is met, al jaren mee bezig is, met imam bespreken en rechten en plichten uitspreken naar mensen, sleutelpersonen opleiden en inzetten. Ik weet dat, sinds kort, dat ze ook bij hogescholen ook zeg maar een bijeenkomst te organiseren. Ik zou zeggen, ga daarmee door, dat is heel goed. En ook bij vanaf de basisschool eigenlijk in het onderwijs zitten, dat het ook dit bespreekbaar wordt. En zeker bij zorgverleners, in alle manieren en waar dan ook, dat gewoon in opleiding komt. Als jij een directe vraag stelt, kan men er schrik van. Dus vraag altijd toestemming. Mag ik over meisjesbestrijden praten? Kom bij ons voor. Mag ik jou vragen stellen? Gebeurt dat bij jullie? Bij welke generatie? Het is gestopt, niet gestopt. Dus en geef ook minder rust en ook geef hem heel belangrijk dat het gesprek blijft tussen ons en dat wij hem een geheim beroepen. Dus dat is heel belangrijk. En niet directe vragen stellen, dus dat is belangrijk ook. Mijn tips voor de professionals. Ik weet dat het moeilijk is, maar moeten gewoon die mannen bij betrokken. Maken gewoon alles bespreekbaar. Alles bespreekbaar om die mensen te helpen. En dat slachtoffers meer in hun kracht zetten door de sleutelpersonen, maar ook meer bespreekbaar mag worden. Dat deze vrouwen voor zichzelf ook mogen opkomen. Dat ze zodanig aangesterkt worden dat ze laagdrempelig of samen met sleutelpersonen of door de huisarts makkelijker dit mogen bespreken. Ik geef mee, doe dat alsjeblieft. En, want dan voel je er enorm bevrijd en het geeft jou het leven terug. Voor mijn gevoel was dat ook opnieuw geboren worden.